mensen, zijn we wakker, we gaan weer weg. Oh, de vrouw gooit de stoel nog even in het tandartsmodel. Even kijken hoe ze erbij ligt. Ja, het heeft weer knap gevroren hier. De zwaan zit vastgeplakt op het gras daar. En het was hier... De eerste twee campertjes zijn alweer weg. Er stonden drie met elkaar, is nog één. En de kerk is in. En wij vertrekken richting Lyon. Niet helemaal, maar we zullen kijken hoe ver we komen. En dan kijken we even hoe ver we komen dus. En dan misschien wel over twee, drie uurtjes, dan stoppen we weer ergens. En dan kijken we even om een nieuw plekje daar in de buurt. Nou, Jeetje. Ja. Dat gaat weer helemaal goed. Op de plek, camperplek. Hier. Benaming zet ik er nog wel even onder. Geweldige plek, hè? Geweldige plek. Een super mooie rivier hier. Mooi groot veld met vele bankjes. Genoeg plekken voor denk ik wel een 20 campers. Geweldig. Goedemorgen allemaal, we zijn weer vertrokken uit, waar waren we? Bij een grote rivier, ik weet niet hoe dat plekje heet. Maar we zijn nu een dikke uur onderweg. We hebben boodschappen gedaan bij de Aldi. En we gaan weer verder. We maken een grote rit vandaag, als een beetje mee zit. We hebben een mooi eindje die kant uitkomen. Na de bericht valt waar we zijn aangekomen. Wil je Geertje nog wat zeggen? Het is hartstikke mooi weer, in ieder geval. Als we even omdraaien. Sla rechtsaf naar Rudu 8-1945. Houd dan links aan. Het is prachtig mooi weer, de zon schijnt. Je kan gewoon zonder jas lekker buiten. De temperatuur in de auto daar. De temperatuur in de auto, dat bij de Aldi geeft nu al 21 graden. Dat ik daar even in de zon gestaan heb. 21 graden. Houd links aan naar Heenveen. En wie door? We trekken nu naar de Eifelbrug, als het een beetje mee zet. Eerst even tanken, de tank is zo goed als leeg. Nog even 20 kilometer naar de tank toe. En dan rijden we door naar de Eifelbrug. En daarna zoeken we even misschien weer een camping. Of we rijden door naar de hoogste brug en de langste brug van Frankrijk. Maar dat weten we niet, dat zien we nog hoe laat het wordt. Eerst denken. Tot later. De toren van Eifel. Nee, de brug van Eifel. Helaas is het ontzettend mistig. Nou, hier is hij dan. De brug van Eifel. Mooi die spiegelbeelden in het water. Jammer dat het wat mistig is. Maar ja. Daar begint hij. En dan gaan we helemaal overheen. Tadaa. Nou, hoe vies het hier? Mooi. Mooi, hè? Koud. Het is wel een stuk kouder dan waar we wegkwamen. Ja. Tjonge, jonge. Nou ja. Wat heet het. Er ligt ook nog een rondvaartboot. En dit is ook een mooie brug natuurlijk, hè?
mee hoor. We zijn al twee keer gekomen, nou, ik denk dat het op 20% was. Abnormaal stijl. En dat was midden in de bergen. Maar dit is wel weer mooi. Ook eerst moeten we de tip boven op het dak hebben. Houd over 4 kilometer rechts aan naar D41A.
N46 rechts, richting Saint-Rond-de-Salon. Ligt hier een spiegel met allemaal duct tape eromheen en die is in bagels. Want wat gebeurde er gisteren, 20 minuten hier voor aankomst, rijden we over netjes een mooie gladde weg en over een brug heen en we komen op een bocht aan en we hebben in principe alle ruimte. Dan komt er een vrachtwagen van de andere kant omdat de helling een beetje scheef liep in die bocht. Die vent die kwam er met zo'n rotgang aanrijden. Met een gemeentewagen leek het wel. En met hele grote spiegels erop. Op een linkerkant. En die klapte precies tegen onze spiegel aan. Met het gevolg. Het hele spiegel in vlammen. Hij is hier ook nog tegen aangekletst. Ook nog wat krassen op het raam. Maar ja, daar kan je niks aan doen. Misschien is dat nog een beetje weg te poetsen. Maar ik denk het niet. Nou, en hier op de raam, daar is er ook nog bij langs gekomen met de spiegel voor hem. Kun je zien, gewoon de balans gevlogen. Nou, en daar nog een stukje. Nou, maar ja, gelukkig was het de spiegel. 20 centimeter opzij, dan raamt er ons helemaal van de zijkant natuurlijk. Nou ja, hij reed wel op zijn weg, helpt. Ik heb het filmpje nog even gekeken. Maar hij had spiegels van wel 30 centimeter uitsteken. Nou ja, dat kun je nooit ontwijken natuurlijk. Nou, pech hebbens. We gaan naar de Action om een gewone spiegel te kopen. En die probeer ik daar op te plakken. Ja, het hele geval lag eruit, maar dat heb ik inmiddels gerepareerd.
En dat werkt weer perfect. Alleen nu nog een spiegel. En zo kan je niet rijden natuurlijk. Dus op naar de action. Zo kijken we nu in de spiegel via de telefoon. Heb ik even opgelost met een cameraatje die ik nog had. Die wou ik nou onder de camper bouwen voor de waterloosput. Nou ja, zo ziet de spiegel eraf. We hebben een inkoop gedaan bij de Action. En daar valt toch een verval op. Dus zo zijn de stand van zaken eerst. Wat mee, hè? We rijden nu door de wijngaarden, vannacht lekker daar geslapen, op een plekje en 5 liter wijn gekocht, was wel lekker. De eerste glasplaat mislukte natuurlijk, toen heb ik met de dremel een groefje geslepen. Het wil niet helemaal recht, maar zo goed als mogelijk. En dan gaan we hier heen. Montagekit hier op gesmeerd, Geertje, op de spiegel. Nou. En dan op de binnenkant. Als ik er even bij mag, zal ik hem er even in drukken. Druk jij hem er maar in. Beetje goed drukken in de kit. Die blijft wel zitten. Ik zeg, is geslaagd. Dankjewel.